Ik vind dat wij goed bezig zijn. Wordt goed getraind. We hebben geen enkele blessure. Iedereen wil er graag bij zijn. Het is een enorme beleving. Maandag weer gezien in de binnenstad. Hoe de jongens met elkaar carnaval vieren. Dat weer overboord zetten om 6 uur. Om 's middags om toch op tijd weer daarmee te stoppen. En zich te prepareren voor vrijdag. Hele professionele groep. En in die tussentijd kunnen er nog steeds heel veel dingen beter. Daar werken we elke dag aan. Wat is nu het geheim van dit, de Graafschap, één keer pas verloren? Nou, dat zegt toch wel iets dat we moeilijk te verslaan zijn en dat we degelijk zijn. Het is nog niet heel sprankelend, dat weten we ook. En daar zijn we ook mee aan de slag en dat gaat nog niet zoals we willen. Maar ja, we hebben wel een bepaalde degelijkheid en ja, dat is wel lekker als je dat in het team hebt. Zit er iets van revanche, gevoel bij de groep, eerherstel, omdat je tegen Jong AZ speelt en daar de enige nederlaag tot nu toe in Weidewormer hebt geleden? Nou ja, daar begon Branko vanochtend al over, hè, omdat we ook wel zien dat we daar zelfs een uitstekende eerste helft spelen met 1-0 voorkomen. Kans op 2 en 3-0 hadden, die missen we. En dan heel knullig, hè, een beetje slap zelfs. Een beetje niet wat ik vaker zie bij mijn groep. We werden een beetje naar de slagbank geleid en dat was teleurstellend. Daar hebben we een tijdje last van gehad en we krijgen nu de kans om dat recht te zetten. Als je nog één wedstrijd te gaan hebt en je hebt alles in eigen hand, dan brengt dat toch wel iets teweeg. En dat lijkt me ook logisch. Je wil het toch altijd, iedere prijs wil je toch oprapen. En daar gaan we nu ook vol voor vrijdag.